De A1 van Ajax is ook op weg naar het kampioenschap. Natuurlijk in de competitie voor A-junioren. De enige concurrent nog is PSV A1. Ajax heeft 2 punten meer dan de Eindhovenaren met nog 2 wedstrijden te spelen. En dat betekende dat de A1 afgelopen zaterdag op bezoek bij Roda JC kampioen kon worden. Dan moest PSV wel punten laten liggen en Ajax zelf winnen. En de eerste kans van de wedstrijd is voor Donny van der Beek. Met het hoofd na een voorzet van Quincy Menig. Ajax A1 dat een sterk seizoen kent, maar 1 keer verloor deze competitie. En zeker na de winterstop erg sterk is. Hier is Quincy Menig er weer vandoor. Menig trekt hem voor. De kopbal is van El Ghazi. Maar die bal gaat naast. Weer een kans voor Ajax. Anwar El Ghazi, topscorer van de A1. Hier de lange bal. Die komt uiteindelijk terecht bij Quincy Menig. En die zorgt voor de 1-0. Na 25 minuten is daar de voorsprong voor de ploeg van Orlando Trustful. De assist is voor Elton Akolatse. Dan de thuisploeg, Roda JC met een schot. Maar die wordt in 2 keer gepakt door Xavier Maus. Aanwijzingen van Trustful. En na rust gaat de A1 verder. Hier Van der Beek, die een goede wedstrijd speelde. Donny van der Beek, mooi paasje naar El Ghazi. En de topscorer maakt er 2-0 van. In de 47e minuut verdubbelt hij de voorsprong. En is de wedstrijd eigenlijk wel gespeeld. PSV is inmiddels ook op voorsprong gekomen uit bij Sparta Rotterdam. En hier gaat El Ghazi weer. El Ghazi en gaat zelf en een heerlijk schot. Kan hem voortrekken, maar de rechtsbuiten pegelt de bal langs doelman Paul Smeets. En 3-0 dus voor Ajax. Dat komend weekend een laatste thuiswedstrijd heeft. En daarin, als het in Kerkrade niet gebeurt, gewoon kampioen kan worden. Dan speelt de ploeg van Trustful tegen FC Groningen. Roda JC met nog een aanval. Die komt terecht bij de rechtsback en het is 3-1. Mick Hellemons is de doelpuntenmaker. En hij brengt de spanning enigszins terug in de wedstrijd. Maus met een lange trap wordt verlengd. En in de richting van Menig en Akolatse gestuurd. Menig gaat goed door, maar schiet de bal net over. Nadat de centrale verdediger Pietersma wat twijfelend ingreep. Hier is Nouri. Onlangs verkozen tot beste speler van de Aegon Future Cup. Dat is een toernooi voor B-junioren. Hij speelt eigenlijk sinds de winterstop voor de A1. En doet dat niet onverdienstelijk. Akolatse van de Beek gaat zelf. Heerlijk schot. En een goede redding ook van Paul Smeets. Van de Beek eveneens nog speelgerechtig voor de B1. Hij al langere tijd bij de A1. Owusu met de voorzet. Akolatse laat hem slim lopen voor Menig. En die schiet de bal van dichtbij over. Dit moet 4-1 zijn. Maar Menig laat het na. Maar het mogen duidelijk zijn, de A1 gaat dit niet meer verliezen. Dit is Dankerlui, de invaller nog met een goede actie. Uiteindelijk de bal bij El Ghazi en die schiet de bal net naast. Het blijft bij 3-1 en dan is het wachten op het verlossende woord uit Rotterdam. Er wordt gebeld. En uiteindelijk blijkt dat PSV ook de wedstrijd heeft gewonnen. Dus wel felicitaties voor Orlando Trustful, maar geen bloemen. Die komen wellicht volgende week thuis tegen FC Groningen.